pap, doe de intro. Oké, maar yo mensen van mijn kanaal, dit ben ik terug met een gloednieuwe video. En vandaag is het weer een Griekenland vlog. Want we zijn namelijk in een winkelstraat. En het is gewoon een hele lange straat, niet zo'n 2 kilometer. En daar kan je allemaal leuke dingen kopen. We hebben al gewoon net heel veel wat gekocht. Maar ook zometeen kunnen we nog wat kopen. Maar hier zijn heel veel auto's en zo, dus dat hoor je waarschijnlijk op de achtergrond. Maar ja, wij gaan gewoon even lopen en kijken wat voor leuks er te vinden. Holy shit, er zijn gewoon zwerfhonden, kijk. Dat is vet zielig. Holy shit. Oh, dat is echt vet zielig. Oké, we gaan even naar een klein winkeltje waar je kleding kan kopen of na. Ik weet niet wat het is, sportkleding of kleding, maar het is gewoon kleding, denk ik. Dus, kijk, we lopen nu het winkeltje binnen. Ze hebben allemaal petten, Obi, Creta, Monster, allemaal petties. Hier allemaal Creta petties, Hello Kitty, dat soort dingen. Kijk, hier zijn horloges, andere dingen. En oh, dit is een beetje het damesgedeelte. Dus ze hebben heel veel van die sla-armbandjes. Die hebben ze echt bijna overal in Creta. Zijn van die soort, nou niet sla-armbandjes, maar dat zijn van die stokjesachtige dingen. Ja, stokjes, ja, soort van. En daar sla je gewoon mee en dan pling gaat die... Dan wikkelt hij gewoon zich ergens omheen. Maar we gaan even rondkijken naar wat leuks. Oh, we hebben een nieuw winkeltje gevonden. Daar hebben ze allemaal leuke spullen zoals... Kijken. Wat ik nu zie zijn... Oh, even doorlopen. Voetballen, beachball, bedjes, zeg maar, van, voor op het strand. Van die bedjes voor beachball en dat soort dingen. En even kijken, zonnebrillen zijn er. We hebben ook allemaal natuurlijke crampies en zo. En er is heel veel lawaai, sorry. Kijk, hier heb je gewoon allemaal van die speelgoedachtige dingen. En... Ja, wat heb je nog meer? Je hebt allemaal Creta shirtjes. Armbandjes. Ja, je hebt heel veel hier zo. Maar ik ben er benieuwd, want... Wacht, nee. En alweer een ander winkeltje. Jee. Even kijken wat ze hier hebben. Ze hebben allemaal van die goedkope dingen. Een soort action, maar dan... In Creta, ja. In Creta op Creta, ja. Een copyright muziek, nee. Oké, dat is heel irritant. Dus daarom moet ik er maar een beetje overheen lullen. Ja, dit, hoi. Muziek, copyright, shit. Dingen, ja, of zo. Het is heel chill. Ja, we gaan heel snel hieruit. Ja, top. Wel grappig namelijk, want we hebben bubbelisjes gehaald. Jij heet dat Bubbaloo. Hier. Bubbaloo. Op zich best grappig, want ze hadden het ook van bubbelist kunnen noemen. Hier, er zitten zelfs zwerfhonden in, ja, in dit verlaat gebouw. Dit, ja, ik denk dat het verlaat is. Yup, het is. Oh, het is pittig verlaten. Hier, daar loopt er eentje. Dat is pittig zielig. Oh, ze hebben serieus een soort artsenpostachtig iets. Rode kruisje ding van als er ooit wat fout gaat. Lol. Wat me wel opvalt is dat er heel veel cafés zijn en heel veel dingen waar je auto's kan huren. Want dat is echt, ja, er zijn er heel veel van. En op zich is het ook wel logisch. Maar ja, ook weer niet, want... Dan staan er 2 naast elkaar en ze is van ja, als je gewoon een paar winkeltjes erna doet of zo, dan ja, of de vork dan ook. Maar op zich snap het wel. Toch? Het ziet er wel mooi uit hoor, gewoon dit in het algemeen. Gewoon.
hier, gewoon zo'n straat. Dat is wel leuk om gewoon in te lopen en shit. Oké, we zijn nu in het nieuwe winkeltje. Oh. En hier hebben ze allemaal keukenspullen. Olijfolie. Het ruikt hier echt heel sterk. Oh, dit is echt niet lekker. Ik weet niet of dat het liedje copyright is die ze hier afspelen. Maar in ieder geval. Jammer dat er geen soort ruikmicrofoon in. Gewoon dat die nog niet bestaat. Want dat is echt niet. Ja. Het ruikt pittig erg. Even kijken. We zijn een beetje rond aan het koekeloeren, maar we zien niet echt iets. Even kijken. Oh, ze hebben hier wel Coca-Cola. Mijn favoriet. Maar nu hadden ze alleen maar andere rare cola. Maar hier hebben ze gewoon de Europese, nou Europees, gewoon Nederlandse merken. Hier Fanta. Gewoon cola, Coca-Cola. En ze hebben hier ook Heineken. Oh. Hij is niet echt scherp, maar dat fix ik zo. Dus ja, wij gaan heel eventjes kijken naar iets en dan zien we jullie zo. Dus tot zo. Los, ze hebben hier zelf onderzetters. Seks in het oude Griekenland. En dan hebben ze allemaal debiele posities. Dat is vet grappig. Dus ja, dat is gewoon, dat moet ik even laten zien. Oké, het vorige was een beetje raarachtig iets. Ja, het was pittig raar. Want daar had je allemaal houten dildo's, had je letterlijk. Ik weet niet of dat heel lekker is, zeg maar. Maar je hebt echt dat soort dingen. Je hebt onderzetters met standjes erop. Van oude gebieden of zo. Echt heel vet raar. Dat was echt een beetje weird. Dus, hier hebben ze allemaal canvas dingen. Dat is gewoon een kraampje. En we moesten even wat bekijken nog. Oké, dit stukje knip ik direct uit. Maar we lopen nu een beetje door. Ik weet niet hoe lang we nog gaan lopen. Maar we gaan nog wel even lopen. We komen nu bij een boutique boutique The Godmother. The Good Mother. Dus gewoon de goede moeder. Oké. Okay. En is goed. Ja, toppie. Dat is helemaal mooi. Video daar maken. Wat? Ze vroeg of je een video daar ging maken. Weet ik. Het kunt er wel uit. Ja, het is wel grappig. Voor het video. En dan, ja. Nee, doe me niet. Nee. Ik wil geen video maken. Want of het is een of andere reclame of zo voor je ding. Maar ja, het is gewoon een random straat op Kreta. Niemand weet de naam ervan. En ja. Nee, gewoon nee. Dus, we lopen een beetje door. Hier hebben ze allemaal baddingen. Hier hebben ze een supermarkt. En kijk hier, zoals ik al zei. Hier kan je hier. Oh, 2 seconden. Dat is soms heel irritant, het spijt me. Hier. Kan je een mooie auto huren. Dus, je kan hier ook quads en zo kan je huren. Maar, oh. Shit. Mijn vader krijgt een volgertje. Oh, goedenavond. Goedenavond. Oh. Goedenavond. Hey. Ik kom vanuit België. Ah, oké. Okay. Dat is weer voor auto's. Ik weet niet of je interesseert bent met die komende rijden. Oh, wat? Ze spreken gewoon dezelfde taal. Wow. Ja. Holy shit. Nou, dat is chill. Nou, nu gaan we een beetje kijken naar auto's, denk ik. Mijn vader is een beetje aangetrokken door auto's nu. Dus ja. Lolde is hier een café. Maar in het café zijn er dus kan je biljarten. Nou, daar hebben ze bakken in het café. Hier, je kan allemaal toys dingen doen. Je kan een klein treintje is er. Je kan grijpen. Je kan basketballen gooien. Wat nu jongens aan het doen zijn.
Oh, ze gaan best lekker. Oh, tot nu toe gooien ze er allemaal in. En ja hoor. Oh, kijk, hier kan je weer sappige autootjes huren. Ja hoor. Maar ja, we lopen nog steeds, lopen we door en ja, dat lukt nog. Jee, ziet er nog steeds wel heel vet uit hoor. Hier dit allemaal. En ook gewoon, ja, dit hier, de winkeltjes. Het is gewoon, ja, het ziet er pittig gezellig uit en shit. En dat is leuk. Hier ga je ook echt gewoon een kalender van kopen. Oh mijn god. Jezus. Kijk, we nemen ook nog even een colaatje mee. Maar dat is zo irritant. Maar ja, dat is pittig chill. Dan hebben we die ook in de koelkast. Oké, vonden jullie deze video nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer even. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei.